bij Ismar. Dit is de examenupdate 2015. Ja, de examens zijn vandaag van start gegaan. Vandaag was voorwel voor VMBO, HAVO als VWO het allereerste examen. Ja. Ging vandaag van start. En Rens duikt daar vanaf nu de komende 3 weken volledig in. En neemt je mee elke dag de examenupdate. Ik ben benieuwd. Ja, dit jaar doen er sowieso 206.000 jongeren examen. En ik moet zeggen, het begon vandaag redelijk laat. Het VMBO die startte namelijk om 2:30 vanmiddag met natuurscheikunde. HAVO had vandaag economie op het programma staan. En de VWO'ers die bogen zich vandaag over het examen Nederlands. En even gelijk over het laatste examen. Er werd superveel over geklaagd. Dat is trouwens niet raar. Dat gebeurt echt al elk jaar. Maar vooral tekst 2 uit het examen Nederlands op het VWO vonden ze erg lastig. Het was lang, het was saai, ze vonden het niet interessant. En het LAX die is op dit moment aan het checken. Die is alle klachten bij elkaar aan het voegen. En gaat kijken wat ze eraan kunnen doen. Maar naast dat het saai en lang zou zijn, was er nog iets wat wel bijzonder is voor een examen Nederlands. Op Twitter ging het helemaal los dat er een formulierfout in het examen zou staan. Oh. Want jongens, is het het idee of de idee? Volgens mij het idee. Het idee, toch? Ja, dat was exact wat alle leerlingen zeiden op Twitter. Maar in tekst 2 in het Nederlands examen stond dus de idee. Slecht. Ja, nou, ik heb het dus even zitten nakijken. En uiteindelijk de taalsite Onze Taal, die heeft uiteindelijk aangegeven dat het wel juist is. Dat dan het heb ook ik niks gewoon gezegd. Kan. Dus nou ja, in ieder geval alle mensen die daarover geklaagd hebben, er kan helaas niks mee gebeuren. Dan even naar de andere examens van vandaag. Natuurscheikunde voor het VMBO. Het was een eitje volgens de meesten. En ook de reacties op het examen economie van de HAVO waren goed. Ze vonden het best wel lastig, maar het was te doen. En dat is op zich best bijzonder, want normaal komen daar heel veel klachten over. Het enige is, het LAX denkt dat het komt door het weer inderdaad. Het was zo mooi weer. Mensen die gingen gewoon direct buiten zitten. Geen zin om klachten te doen. Het enige... Zit wat in, ja. De examens gingen alleen niet overal goed. Op het Dongermond College in Raamsdonk-Veer, daar konden de HAVO-leerlingen hun examen niet maken. Omdat ze het op een computer moesten maken, dan is het natuurlijk wel handig dat die computers ook werken. Dat deden ze niet. En er was een school waar mensen zich weinig konden concentreren, omdat er een vleermuis door de examenzaal vloog. Die is er ook het hele examen niet uitgehaald. Die kregen ze niet te pakken, maar die mensen konden zich totaal niet concentreren. Nee, dat snap ik, ja. Als opeens een vleermuis tegen je kop vliegt. En wat ik nog wel bijzonders vond, in Maastricht was er een jongen die een klacht had ingediend. Hij kon zich niet concentreren, omdat de vrouwelijke surveillant zag er te sexy uit. Snap ik hoor. Ja, snap ik heel goed. Maar het mooie is... Heeft hij een foto gemaakt? Nee, ze hebben er geen foto. Hij mag natuurlijk geen foto maken, maar het mooie is, ze moeten het wel officieel mee gaan nemen en wel gaan bespreken daar op die school. Ze was te mooi. Ze was te sexy gekleed. Ja, maar zeker met dat mooie weer. Heeft hij ook gezegd, wat was er zo sexy aan deze dame? Nee, hij heeft gewoon... Ze was te sexy, dus hij kon zich niet concentreren. Nee, ja, dat snap ik. Nou, in ieder geval, het was vandaag een goede eerste dag voor de examens. Iedereen maakt zich nu op voor morgen. VMBO maakt zich morgen klaar voor Frans. En die maakt morgen alle beroepsgerichte vakken. HAVO heeft morgen Nederlands en kunst. En VBO heeft Theatex en management en organisatie op het programma staan. En dan nog even een tip voor morgen. HAVO die maakt dus Nederlands. Je hoeft je eigenlijk niet heel goed voor te bereiden. Tenminste, het zijn vooral leesvaardigheid dingen. Dus je moet je niet te veel in gaan lezen op de theorie. Want dat is nergens voor nodig. Dus probeer je nu nog een beetje rustig aan te doen. En maak je niet te veel zorgen. En voor alle vrouwelijke surveillanten, kleed je even niet te sexy. Gewoon een kooltrui. Nee, gewoon kooltrui, gewoon een vormloze broek of zo. Dat, en meer tips kan je vinden op scholieren.com/eindexamens2015. Nog meer weten wat er allemaal gebeurde tijdens de show? Dat kan. Klik dan even hier voor nog meer radiofragmenten die tijdens de show plaatsvonden. Hier check je de dinsdagfilmpjes. Kijk die ook vooral terug. Is altijd leuk om te doen. En ondertussen altijd, je weet het inmiddels wel. Hier even abonneren. Duimpje omhoog. Krijg je van ons liefde.